Een gekanteld landbouwvoertuig blokkeert de doorgang onder de A12 op de Doesburgseweg in Zevenaar. De chauffeur had niet in de gaten dat de aanhanger te hoog was om onder het viaduct door te komen. De schade aan de weg is gerepareerd en net na het middaguur weer klaar voor gebruik.